Vandaag is de dag dat we Ganondorf's kont gaan schoppen. Ik zorg ervoor dat ik goed voorbereid ben. 3 zonbloemen, 2 paddenstoelen, kokemaar die handel. En we hebben gerechten die miasma herstellen van aangetaste hartjes. We gaan nog even langs de feeën. En ondertussen heb ik het Fierce Deity masker, harnas en de laarzen volledig geüpgrade. En als ik nog betere verdediging nodig heb, doe ik dit Hensel uitverkorene aan. En deze Hyliaanse scheenplaten. Het is tijd om naar kasteel Hyrule te gaan. Dus doe snel je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Want deze video wordt zo vet. We vliegen naar beneden. We moeten onder kasteel Hyrule zijn natuurlijk. Ik ben er al een keer geweest toen ik er niet moest zijn. Maar nu moet ik er wel zijn. We gaan de schacht in bij kasteel Hyrule. En ik ga jullie laten zien hoe je nou het makkelijkste bij Ganondorf gaat komen. Deze vijanden probeer je allemaal een beetje te negeren. En ik ga dan aan de rechterkant er doorheen. Omdat ik dat net even wat makkelijker vind. Deze vijanden gaan we ook negeren die hier zitten. We gaan gewoon gelijk proberen omhoog te klimmen. En hopelijk worden we dan niet geraakt. Ja, ik haal dit net. Dit gaat goed. Deze gaan we ook negeren. En dan gaan we die kant op. We laten die Lynel zitten die hier beneden zit. Want we hebben toch al Lynel-bogen die we straks nodig gaan hebben. En dan gaan we hier naartoe. Gaan we hier naar beneden toe. Let's go. Hoppakee. En hier kunnen we heel even op adem komen. Gelukkig heeft de Lynel ons niet gezien. Dus we kunnen hierop klimmen. Hatsaflats. En dan sturen we deze weer terug naar boven. Ja. Dan komen we hier uit en hier stappen we er vanaf. Nu ben je dus al een heel eind. Je bent de Lynel inmiddels gepasseerd. En dan komen we hier in een hal met vijanden terecht. Misschien is het wel goed om nu nog eventjes de Midna-helm op te zetten. Dan zijn we iets beter beschermd tegen miasma. Dan kunnen we er af en toe heel eventjes heel snel in staan. Nou, we gaan proberen om al deze enemies te negeren. Het wordt wel moeilijk zat met al die gekke vleermuizen, maar ik denk, ja, het gaat wel goed komen. Top. En dan gaan we hier naar beneden. Let's go, let's go. Ik zit even te twijfelen of het nou inderdaad de bedoeling was dat we helemaal naar beneden gingen, maar volgens mij wel. Ja, kijk. De kracht van de wijze kan ons niet meer bereiken. Oftewel, we zullen dit zelf moeten doen. Ik pak hier eventjes wat pijlen op. Zo, altijd goed om die pijlen mee te nemen. Oké, ik ben één hartje kwijt. Nou ja, dat accepteer ik dan maar. We gaan verder naar beneden. En dan gaan we hierin. Dan gaan we heel snel proberen om daar aan de overkant te komen. Zonder de kracht van de wijze dus. Dus we zweven in één keer een beetje hier naartoe. Zo, en dan komen die handen. Die willen ons nu gaan grijpen. Meestal komen die handen. Ik heb ze nu nog niet gezien. Boven staat een vijandje op ons te wachten. Deze guy kan op je schieten met grote pijlenboog. Dus je moet heel snel de hoek omrennen. En dat lukt. Oké. Dit gaat redelijk soepel. Deze gaan we eens eventjes met het meeste zwaard proberen te pakken. Dit doe ik niet goed, jongens. Dit doe ik niet goed. Zomaar word ik weer geraakt. Wat slecht van mij. Je hoeft niet geraakt te worden tegen deze vijand. Hij is niet super sterk namelijk. En als je hem gewoon 4 keer raakt, dan gaat het allemaal best wel soepel. Dan kom je in de hal terecht en dan ga je naar de rechterkant. En dan dalen we verder af naar het punt waar we daadwerkelijk moeten zijn, jongens. Oh, deze plek kennen jullie nog. Hier zijn Link en Zelda samen geweest. De verzegelplek. We moeten afdalen. Let's go! En ook dit is onwijs diep. We zijn heel ver naar beneden. We moeten ons een weg wurmen tussen alle miasma door. En dit is het, jongens. Dit is de plek waar je naar beneden moet springen. We trekken de juiste gear aan. Ik denk dat ik het in eerste instantie maar gewoon hier met dit probeer. De Fierce Deity Kit, als ik het goed uitspreek. Ik ben zo hyped. Let's go! Dit stuk hebben jullie natuurlijk al een keer gezien. Het stuk waar de hordes vijanden komen die je allemaal moet verslaan. En we beginnen met deze Bogoblins. Persoonlijk denk ik dat het gewoon best een goed idee is om je hulpjes hun allemaal proberen te laten verslaan. Dus je kan gewoon lekker een beetje rondjes gaan lopen. De eet van Mineru die heb ik normaal uitstaan. Maar ik zie dat Mineru er nu ook weer is. Ja, Mineru staat eigenlijk vaak alleen een beetje in de weg. Maar goed, oké. Kijk, ondertussen rennen zij een beetje achter mij aan. Misschien kan ik af en toe een klapje uitdelen, bijvoorbeeld aan hem. Oeh, ja, ik maak ze wel heel snel kapot. Dit is wel lekker, hè? Oh, ik moet alleen uitkijken voor die schilden. Ja, daarom ren ik dus gewoon rondjes en doe ik eigenlijk gewoon niet zo heel veel. Omdat als ze me dus één keer raken, dan heb je gelijk zo'n miasma hartje. Heel irritant. Ik heb 388 pijlen. Ik kan het eigenlijk ook gewoon op deze manier doen. Gewoon alleen maar pijlen schieten. Wat ben jij allemaal aan het zwaaien, joh? Met je zwaard. Oude gek. Oké, wegspringen. Oké, meeste zwaard is verzwakt.
Meeste zwaard is weg. Maar ik heb wel wat sterkere wapens gemaakt. 74. Die ga ik hier alleen niet gebruiken. Die bewaar ik voor Ganondorf. Maar ja, eigenlijk is het meeste zwaard volgens mij gewoon het sterkst tegen Ganondorf, toch? Nou, de tweede ronde zijn de Lizalvossen. En ik ga niet hier alles laten zien, jongens. Dit hebben jullie al eerder bij mij gezien. Toen ik dacht dat ik hier naartoe moest, terwijl ik helemaal niet hier naartoe moest. Oké, de Lizalvossen zijn ook klaar. Daar zijn de Gibdos. En volgens mij is dit de laatste horde. Ja, mijn matties zijn lekker bezig, hoor. En dan gaat de poort open. Ik ga niet liegen. Ik heb dit al eerder geprobeerd. Maar toen had ik mijn gear helemaal niet geüpgrade. Dus toen had ik maar 9 verdediging. Ja, het ging nergens over. Ik kwam wel in fase 2 van Ganondorf, maar daar bleef het ook bij. Toen maakte die mij helemaal kapot. Ik had ook helemaal geen drankjes om mezelf te healen. Om de miasma weg te halen. Maar nu gaat het lukken. Toch, Riju. Dus zij gaan nog even vechten tegen de bazen. Die we voorheen ook al hebben bevochten. What's the flats? Lekker bezig, jongens. Oké, let's go, Goro. Ja, pak hem aan. Heel vet gedaan, dit. Ah, Tulin, de held. Tulin is super cool. Oké, Mineru. Ik ga er vandoor. Jullie succes. Ik moet Ganondorf gaan pakken. Ganondorf, waar ben je? Ondertussen pak ik ook de woeste Lynel. Ik heb er zelfs één van 42. Die pak ik in fase 2, denk ik. Eerst pakken we gewoon eentje van 32. Die schiet namelijk meerdere keren. En dat is top. Dat is wat we nodig hebben. En daar staat hij. Daar bovenop. Het oude halve lijk van Ganondorf. Wat een teleurstelling. De wereld zou in duisternis gehuld moeten zijn. En niet baden in onuitstaanbaar licht. Overal wemelt het van de vredelievende lafaards. Doe niet zo stoer, jongen. Doe niet zo stoer. Hij wil een waardige tegenstander. Kom dan, ik ga je pakken, vriend. Met je enge Majora's Mask ogen. Of Sauron ogen. Of... Nou ja. Angst van jagende ogen, maar we gaan hem pakken. Ik weet niet, ja, ik weet wel wat hij allemaal aan het doen is. Hij is nu alle duistere kracht aan het verzamelen. Ja. En hij grijpt het. En hij stopt het in de grond. En er komt een gek vuur zo daar in die boomstronk hier onder de wereld. En kijk. Hij is nu echt terug. Hij heeft zijn oude vorm weer te pakken. Freaking... Ganondorfioni. Daar is hij. De demonenkoning. De Gerudo. De mannelijke Gerudo. Die al eerder voor problemen heeft gezorgd. Met zijn baardje. En dan deze muziek. Die orgelmuziek. Zo vet! Het maakt niet uit, want ik zal deze wereld herscheppen. Ik zal elk verzet verpletteren. Ik zal heersen. Kijk hem. Ja, het blijft wel een baas, hoor. Dat is de taak van een koning, maar jij bent geen koning, vriend. Ja, demonenkoning noem je jezelf. Maar je bent geen echte koning. Je bent een fraudekoning. Een neppe. Eentje die geweld kiest. En daar gaan wij een stokje voor steken. Potverdorie. Fantastisch dit. Zo vet. Wend je blik niet af. Man! Hij pakt zijn zwaard. En het gevecht gaat zo beginnen. Je bent getuige van de herrijzenis van een koning. En het ontstaan van zijn nieuwe wereld. Daar zijn we. Linky pakt ook zijn zwaard. Zijn meesterzwaard. Maar het handigste is om je pijl en boog te gebruiken. En de Gibdo-botten, die zijn de sterkste om eraan te hechten. We hebben dus de Lynel-boog die 3 keer tegelijk schiet. Oh, maar ik moet hem dan wel raken. Anders gaat het sowieso niet helemaal goed. Eerste schot was gelijk mis. Maar kijk eens wat een damage dit nu doet, jongens. Hij komt al gelijk op je afgerend. Dan moet je eigenlijk gewoon een critical zien te maken. Moet je op zijn hoofd schieten. Ik ben er even een klein beetje uit. Kijk, zo dus. Dit gaat lekker. Je kan een beetje het best op zijn kin mikken, zo te zien. Oké, die was mis. Heb ik geen schild geselecteerd of zo? Ja, wel, blijkbaar. Kijk, zo. Nog een keer, give the bones! Oh, man. Ik ben redelijk overpowered. Dat merk ik wel.
Ik had hier normaal denk ik echt 30 pijlen voor nodig om dit te fixen. Oh, daar gaat hij. Wat is dit een goed gevoel? Ik was vergeten hoe opwindend de strijd is. Het bloed giert door mijn aderen. En hij kan nog sterker worden, zegt hij. En dat heb ik geweten, want nu werd hij echt lastig als je niks geüpgrade hebt. En je hebt geen drankjes bij je. Dit is bijna niet te doen. Maar kijk wat er nu gebeurt en hoe die eruit ziet. Dit is zo sick. En dan denk je nou, wanneer stopt zijn health bar? Waarom gaat hij helemaal naar de rechterkant van mijn scherm? Waarom is deze guy opeens zo overpowered? Het is insane. Oh my gosh. Oh my gosh. Deze keer neem ik meer dan jouw arm. Oh my god. Ja, kijk, daar komt hij al. Of niet? Ik raak hem wel. Ik maak geen crits. Nu wel. Dat is lekker. En langzaamaan komen mijn matties ook weer helpen. Die kunnen tegen al die neppe Ganondorfjes vechten misschien. Oké. Oké, ik werd nu even wel hard geraakt. Door een neppe Ganondorf. Oh, lekker dit. Heerlijk. We blijven doorgaan. We pakken hem. Dit gaat wel hard. Dit is wel nice op zich. Dit is wel heel nice. Deze Gibdo-bone truc. Dit werkt eigenlijk net iets te goed. Want het is nu helemaal niet meer spannend. Maar nu. Nu wordt hij helemaal lijp, hè. Kijk. Oh my god. Wat ga je doen, vriend? Hij stuurt zijn hulpjes weg. De neppe fantomen. Oh my gosh, ja, maar al mijn hulpjes zijn ook allemaal uitgeschakeld. En verder dan dit ben ik nog niet gekomen. Met mijn 9 defense gear en zonder drankjes. Hopelijk lukt het nu wel. Kijk hem stoer doen, hij praat niet eens meer. Hij praat niet eens meer, deze gek. Hier, heb je Gibdo bones op je hoofd. Vind je dat lekker? Hier, nog meer. Hier, ik pak je vriend. Wegrennen. Oh, oké. Ja. Ik kan je ook met mijn Master Sword proberen te pakken, hè? Maar dan doet hij dit. Dit is echt niet oké. Ik weet niet eens hoe ik hem moet raken dan. Kom dan. Kijk, maar dit is zo vervelend. Kijk, nu moet ik eigenlijk dus ontwijken. Maar dat lukt dan mij meestal niet. Dus je moet echt wel een beetje hebben leren vechten in deze game. Want anders wordt het echt een lastig verhaal. Oké, dan komt hij weer, die gek. Oh, maar ik raakte hem wel heerlijk. Hij raakte mij alleen ook. Hier, wil je nog wat Gibdo bones hebben? Ik heb er genoeg, hoor. Ik heb er genoeg, maat. Hier, nog meer. Oh, kunnen we nog maar één keer raken? Ja! Vind je dat lekker? Beetje Gibdo bones eten? Ganondorfie? Oh my gosh. Hebben we hem? Oké, nee, ik denk het niet. Zo te zien... Hij steunt op zijn haren en hij wordt gek. Hij zegt, ik zal over dit land heersen. Je houdt me niet tegen, vriend. Een eenvoudige sterveling kan mij niet verslaan. Dat zullen we nog wel eens zien. Wat doe je? Hij haalt gewoon die steen uit zijn voorhoofd. Gaat hij hem ook opeten? Net als Zelda? Mijn lichaam, mijn geest, alles. Dat gaat hij doen, hè? Hij gaat het doen! Hij wordt ook een draak! Oh my gosh! Wow, die ogen! Hij wordt ook een draak! Kijk hem blij zijn! Dit is insane! Wow! Oké. Hij pakt mij! Nee! Wie roept mij? Oké, dit lijkt toch nog fout te gaan. We waren zo goed bezig. Het ging zo soepel. Het ging eigenlijk net even iets te makkelijk om het spannend te maken. Maar oké. Wat? Hij is een of andere gekke miasma draak geworden. Wat? Wat? Kijk die ogen.
En dat haar, ja, je ziet het haar weer terugkomen in die draak. Dit is insane. Maar hey, wij hebben ook draken, hè. Wij hebben Zelda, nu, als gekke draak. En we hebben Lanairu, en we hebben... Lanairu? Nee, zo heet hij niet. We hebben... Oh, dit ziet eruit. Als die hele zieke Dragon Ball Z-draak, maar dan nog zieker. Maar we hebben draken die zouden moeten kunnen helpen. Gelukkig, Link heeft het wel overleefd, gek. Oké, hij zit alleen wel vast. Yo, ja hoor. Ja hoor. Daar is Zelda als draak. Oh, wat gaat Zelda gewoon tegen Ganondorf? De draken tegen elkaar. Wow. Oh, gelukkig, die was mis. Dit is te vet. Dit is insane. Dit is zo cool. We krijgen gewoon hulp van Zelda als draak tegen Ganondorf, die ook een draak is geworden. My gosh, wat is het vet. Let's go, Link. Let's go, Zelda. We gaan hem pakken. Ik weet nog niet hoe. Maar we gaan hem pakken. Maar die is groot, jongen. Die Ganondorf draak. Die is echt twee keer zo groot. Wajo, dit... Insane. Kijk hoe groot. Link, wat ga je doen? Dat is echt de grote vraag. Kijk hem met zijn zwaard. Wauw. Waar moet ik hem raken? Kan ik... Ik kan... Even kijken. Oké, ik hou me nu vast. Oh. Oké. Kan ik gewoon op zijn hoofd schieten? Is dat een ding? Moet ik dichtbij komen? Moet ik op hem komen? Moet ik hem gewoon... Moet ik hem gewoon slaan? Oké, ik kan niet echt lekker op hem komen, denk ik. Misschien... Nee, dit werkt niet. Ik denk dat ik op zijn hoofd moet schieten. Oké, hopelijk redt Zelda mij als ik naar beneden ga. Ja, top. Dankjewel. Oké, wat gaan we doen? Ik denk toch echt dat ik op zijn hoofd moet schieten, gewoon. In zijn oog. Of in zijn bek. Moeten we in zijn bek schieten? Is dat een ding? Kijk, ik zie daar bij zijn staart wel iets glimmen, maar... Zouden we dat moeten raken? Ja, dat zijn cores volgens mij. Okay, dat gaan we doen. Ja, op zijn rug. Er zitten allemaal zwakke plekken zo te zien. Hij vliegt wel echt heel snel. Oké, hij is nu een beetje chiller. Ja, kijk daar. Ik kan helaas wel moeilijk erbij komen, want ik kan Tule niet oproepen om te helpen. Oké, we zijn nu wel echt in de buurt. Laten we die proberen te raken? Oké, ik moet nog dichterbij komen. Oké, let's go. Gibdo Bones. Erop. Mis. Iets hoger schieten. Oké, ja, we raken er wel. Maar ik denk, misschien moet het toch met het Master Sword dan. Oké, ja, cool. Ja, ik zweef er nu boven. Ik denk dat ik dit toch inderdaad met het Master Sword moet doen. Gewoon keihard slaan. Let's go. Let's go, Link. Pak die gekke... Oh, ja, kijk, dit gaat top. Dit gaat top. Hij doet niet zoveel, hè, eigenlijk, als draken. Misschien gaat hij straks nog allemaal gekke shit doen. Tot nu toe doet hij nog niet zo heel veel. En nu is die gloed van hem af. Dus ik denk dat we dan nu wel bovenop hem zouden kunnen komen. We zijn er. Hatseflats. Hartstikke idee. Lekker. Hoppa. Oké, let's go, Link. Wordt keihard geraakt door de miasma. Maar ik heb daar drankjes voor, dus maakt niet uit. Oké, dit werkt niet. Nee, ik moet beter vliegen. Oké, maar dit is overduidelijk een betere jump. Ja, dit gaat goed komen. Dit gaat helemaal goed komen. En ik denk dat ik gelijk even naar voren ga. Ik neem aan dat dit de moeilijkste plek is om hem te raken. Let's go, Link. Let's go. Hots, 1, 2, 3, 4. Hotsek idee. Ik wil hem eigenlijk gelijk nog een keer raken, maar dat werkt jammer genoeg niet. Ja, hopelijk ben ik nog op tijd. Hopelijk mag ik hem nog raken. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik sta er. Ik mis hem net. Ik mis... Ik geef hem nog een kans, hè. Geef hem nog een kans. En nu? Nu moet ik op je hoofd raken, volgens mij. Ja, kijk, het glimt op zijn hoofd. Oh, dat wordt helemaal rood hier. What? Ik ben er bijna, hè. Ik ben er bijna op je hoofd, hè. Yo, ik ben er, hè, op je hoofd. Hier. Ik maak hem kapot.
die traan op je bak is. En dan is het klaar met jou. Dan is het klaar. Dan gaan we, dan gaat ie. Ja, en nu? Lekker gedaan, Linky. Lekker gedaan, jongen. Kijk hem staan, kijk hem wankelen. Maar, hij pakt zijn zwaard. En, let's go. De genadeslag. Dit is zo cool. Ja, de keer boos kijken. Maar dit was het, jongen. Dit was het. Wauw. Oh, wauw. Lekker zeg. Oh. Zelda komt nog even langs. Ja, dit was wel een topteampje hoor. Draak, Zelda en Fierce DT Link. En wat gaat er dan met Ganondorf gebeuren? Is hij nu echt klaar? Is hij echt verslagen? Of gaat hij nog wat doen? Kijk uit, Zelda. Kijk uit dat hij je niet pakt, hè. Ja, het licht schijnt er doorheen en Ganondorf houdt natuurlijk totaal niet van licht. Maar dit kan hij niet aan. Dit kan hij echt niet aan. Wauw. De Ganondorf draak is gevallen. Daar gaat hij. Verzwolgen door zijn eigen miasma. Ik ben wel heel benieuwd wat er nou precies met hem gebeurt hoor. Hij probeert nog weg te vliegen. Maar het lijkt echt gedaan met hem. Ja hoor, hij gaat exploderen net als al die andere bazen. In 3. 2-1. Oké. Ja, dit was een behoorlijke explosie. Wauw. Ja, en nu dan, hè? En nu dan? Want Zelda is gewoon een draak geworden. En die is dus de ziel en de lichaam eigenlijk soort van kwijt. Misschien niet soort van, misschien gewoon helemaal. Ja, maar ze weten het nog wel, want ze kwam gelijk ten hulp toen Ganondorf daar kwam. Er gebeurt iets met mijn hand. Wat gebeurt er? Krijg ik de kracht van het licht ook? Oh, wow. Oké. Ik bevind me denk ik in een of andere tussenwereld, in-between wereld. Huh? Oh! Sonia en Rauru. De spirits van Sonia en Rauru. Die hebben natuurlijk al superveel hulp gekregen van alles en iedereen. Is dit de kracht van de tijd? Ben ik de kracht van de tijd aan het combineren met de kracht van het licht? En dat we gaan proberen om Zelda terug te halen op deze manier? Ja, hè? Volgens mij is dat wat er nu gebeurt. Laat me zien wat er gebeurt. Ja. En het is niet eens de spirit van Zelda. Het is de echte Zelda. Dit hebben ze wel cool gedaan hoor. Oh en oh. Ik heb mijn normale arm weer terug. Dus dat is ook nu gebeurd hiermee. Dit was heel cool. Rauru en Sonia, die wisten natuurlijk in hun tijd eigenlijk al een beetje hoe dit allemaal zou kunnen gaan. Maar we hangen wel een beetje in de lucht nu samen. Of niet? Wat gebeurt er? Zie je, ja, dit dacht ik al. Dit is niet oké, hè? Dat dit allemaal hoog in de lucht gebeurt. Oké, we moeten even Zelda gaan redden. Hebben we onze glider nog? Ik hoop het wel. Wow, dit moeten we ook gewoon zelf doen. Dit is heel cool gedaan. Let's go, Link. Echt te vet gedaan. Kijk, we zijn er. Steek mijn hand uit. Wat vet. De Zelda die is nog in de slijmerstand. Die heeft het nog niet helemaal door. Maar Link wel. Lekker. Nice. En nu lukt het dus eindelijk wel om de hand te grijpen. In het begin van de game tasten we mis. Maar nu is het toch gelukt. Wat? Oh. Oké, heftig. Dat moet pijn doen. Oké. Ja, we hebben het overleefd.
Gelukkig, althans Link. Zelda, die is nog niet echt wakker geworden. Maar, hey, ja, kijk, daar komt ze hoor, daar komt ze. Ja, wel echt zo vet gedaan, man, deze game. Hallo, Zelda. Oeh. Ja, dit is een lang verhaal, Zelda. Ik kan het je uitleggen. Maar dat is misschien voor een andere keer. Ik was toch... Ja, je was een draak. Iets wat je normaal niet tegen je vrouw kan zeggen. Maar in dit geval, hè, Link? Ja, joh. Het is gelukt. Ja! Ganondorf is kapot, joh. Ik snap dat je dat denkt, dat je droomt, Zelda. Maar nee, het is gelukt. Het is ons gelukt, niet alleen Link. Lekker hoor. Nu is de tijd om iets te zeggen, Link. Maar dat doe jij niet aan, hè? Link heeft geen tong, jongens. Dat zou best wel wat verklaren. Als Link gewoon geen tong zou hebben, want hij praat nooit. Oké, ik moet dit moment niet verpesten, sorry. Ik heb al die tijd geslapen. Maar toen voelde ik iets. Het leek een warme, liefdevolle omhelzing. En ik werd wakker. Ja, het is wel cool dat dit kasteel soort van onbereikbaar is nu voor iedereen. Ik vind het wel vet zo boven Hyrule. Link, ik heb fantastische personen ontmoet. Ik zag Hyrule zoals het was. Ja, je hebt Sonya en Rauru en alles ontmoet. Ik heb hier zoveel te vertellen, er is zoveel gebeurd. Nou, dan hebben we elkaar wat te vertellen. Ik ben thuis. Zeker. Oh, wel cool dat het beeld nu ook wat scherper wordt. Ja, nice. Heel vet gedaan. En de zoektocht naar Prinses Zelda is daarmee ook voltooid. En zo te zien hebben we Tears of the Kingdom nu toch echt uitgespeeld. En als de aftiteling is afgelopen, dan zien we dit. En laat vooral in de comments ook weten of er nog leuke dingen zijn die ik kan doen. Reacties met de meeste likes, die gaan we misschien nog wel doen. Dus laat het weten, knal een duimpje. Maar vergeet niet te abonneren als je van Nintendo en Zelda houdt. Dan gaan we kijken wat hier nog even gebeurt. Want we zijn met z'n allen dus nu boven bij de Temple of Time. Ja, dat is een vreemd fenomeen, hè? Net toen ik dacht dat ik de zone eens begreep. Ja. Toch niet zo. Oeh. Is dat Mineru? Ja. Ik ben blij dat ik jullie hierheen kon brengen. Ik wilde dit uitzicht met Hyrule, op Hyrule met jullie delen. I've never been this far up before, Goro. What a sight it is. De rest is er ook bij. Ja, vet. And Zelda, you were roaming the skies all along? Zelda heeft haar tofste outfit weer aan. Although I don't really remember. Zelda herinnert niet meer echt dat ze een draak was. I never thought I would actually stand here again. Dit was inderdaad de plek waar Zelda, ja, terug de tijd in ging eigenlijk. This is only a theory, but... Of nou ja, hier kwam ze een soort van terug. En Sonya's time power. Rauru's lichthand en Sonya's tijdkracht. Om Zelda terug te laten veranderen, moeten ze allebei hun krachten door jou hebben laten werken, Link. Ja, dat klopt. Ik heb hun spirits gezien in de lucht. En toen gebeurde het met mijn arm. Gaat ze verdwijnen? Ik denk het wel. Laat ons niet achter, Mineru. Ja, ze gaat er vandoor. Geen zorgen. Je hebt de last van mijn tijdperk afgeworpen en jezelf bewezen. Je hebt mij niet meer nodig. Oh. Zij gaat nu naar de andere kant. Naar de spirit kant, naar Rauru en naar Sonya. Tulin heeft nog wat te zeggen. Wat is er, Tulin? Oh, iedereen snapt het. Iedereen snapt het. Iedereen doet een stapje naar achter. Dit is vet. Wat? Oké, ga door. Maak je zin af. Link zegt het weer niet, hè, potverdorie.
Maar dit was wel cool, want dit was dus vroeger ook gebeurd met de voorouders. Van hun allemaal. Dit is het nieuwe leger. De nieuwe Hyrule Army. Ravel en Sonia will be happy to hear of this. Oh, daar gaat Minoru. And now let them know just how much you care. Ja, wel tof gedaan. Doei Minoru. Bedankt voor je hulp. Daar gaat ze hoor. Oh, heel cool gedaan. Ja. Oké. Okay. Kunnen we nu de kracht van Minoru ook niet meer oproepen? Dat lijkt me niet. Toch? Die hebben we soms gewoon nodig. We hebben nog altijd de robot. Oh, over de robot gesproken. Misschien niet. Wat gaan we doen, Zelda? Wat is je plan? Ik denk nu gewoon koningin Zelda in plaats van prinses Zelda. King Rara. Queen Sonia. Minoru. The ancient sages. De wijzen van weleer Rauru. Sonia. Minoru. From the Demon King, but for it to see eternal. Ze wilden vrede in Hyrule. I will dedicate myself to that goal. En dat is waar Zelda zich mee bezig gaat houden. Vrede voor Hyrule. Now, and for all voor time. Nu. En voor altijd. My friends, with all mijn vrienden, verleen jullie kracht. En sta mij bij. Nou, dat gaat vast wel goed komen. Dat gaat vast goed komen. Ja, nice. Heel vet einde hoor, van deze game. Het was prachtig. Is dit de beste Nintendo Switch game die er is? Laat het ook even weten in de reacties. Of vind jij een andere game toch nog net even iets beter? Misschien is dit voor mij wel de beste Nintendo Switch game die er is. Dit was echt fantastisch. Ik heb genoten. Ik hoop jullie ook. Ik zie jullie bij de volgende video. Mazzel!